Beste Wesley, met mij en alle toeschouwers hier in het stadion zijn er vele mensen die jou een van de legendes van het Nederlands voetbal vinden. Maar er zijn ook nog talloze andere mensen die graag iets tegen jou willen zeggen. Geniet ervan. Hij kwam thuis en toen vroeg hij gelijk van, staat dat op teletext? Ik zeg, wat staat op teletext? Ik ben uitgenodigd voor het Nederlands elftal. Real Madrid, Inter Milaan, Galatasaray, allemaal Europese topploegen. Voor een voetballer is het Nederlands elftal wel het allerhoogste. In mijn ogen een van de grootste talenten in het Nederlandse voetbal. Sommigen zien het, maar hebben de technische bagage niet. En sommigen hebben de technische bagage wel, maar zien het niet. Ik heb natuurlijk de afgelopen 10 jaar gezien hoe hij heeft gestreden om dit te behalen. Ja, ik kan zeggen ik ben trots, maar eigenlijk is het veel meer dan dat. Ja, het meest iconische. Ja, hij heeft natuurlijk een heel goed WK gespeeld. Ik vond Wesley in 2010 de beste van de wereld. One of the best in the Champions League, one of the best in the World Cup. In dat jaar had hij wellicht wel de gouden bal moeten winnen. Ik denk toch wel het unieke moment dat hij scoorde met zijn hoofd tegen Brazilië in de kwartfinale. Ja, je staat achter tegen Brazilië, eerste helft worden eigenlijk met het kastje naar de muur getikt. Hier is het rustsignaal, 1-0 voor Brazilië. Alsof we een beetje onder de indruk waren. En dat is nou juist iets waar Wesley een pesthekel aan heeft. Die heeft zoiets van, ja, je moet een grote jongen zijn op het moment dat het erop aankomt. En dan moet je het laten zien. Grote spelers worden natuurlijk herinnerd aan dat soort momenten, dat je opstaat. En toen nam Wesley Sneijder het woord en zei van, die keeper, daar speel ik mee bij Inter, die kan geen hoge bal vasthouden. Julio César, die mistast. Ik weet nog dat het een corner was die we hadden ingestudeerd. Nou, dat was een hoekschop van Arjen Robben. Ik zou bij de eerste paal komen om door te koppen. Kuit komt voor zijn man, die verlengt de bal. Ja, als een duveltje uit een doosje kwam hij daar tevoorschijn. En daar staat dus opeens die kleine Sneijder en die doet bang. Als je die beelden terug ziet naar de hand, ja, dat is kippenvel. Alweer een corner. 5 Nederlanders in het Braziliaanse strafgebied achter de bal Robben. Hij zit erin, Sneijder komt. Hij is 22 centimeter groot, maar hij komt er gewoon bij. En dan sta je met 2-1 voor en dan, ja, dan word je gek. Met z'n allen word je gek. Nederland is van de Nederlandse stap op een 2-1 voorsprong gekomen. Volgens mij heeft de hele straat gehoord dat die bal erin ging. Ja, wat mij bijstaat is nog veel meer de reactie nadat de bal erin lag. Hè. Ja, en toen deze. Ja, dat was onvergetelijk natuurlijk. Eigenlijk de manier van juichen, het was een soort applaus voor zichzelf. Lieve Wes. Broer, vriend. Ja, Pikkie. Je bent niet alleen een fantastische voetballer, maar ook een heel bijzonder mens. En daarom verdien jij vandaag een applaus op z'n Wesley's. Nou Wesley, daar ga je.